al vrij snel in de wedstrijd met 10 man verder moeten. En dan toch nog met een 2-2 van het veld afstappen. Hoe voelt dat? Nou ja, ik heb net ook de jongens ook een compliment gegeven. Kijk, het ging allemaal niet vanzelf vandaag. We speelden zelf hele moeilijk. Oh. Even opnieuw. We staan met Rob de Lange, trainer van Alphen. Ja, al vrij snel met een rode kaart iemand van het veld af, 10 man verder. En dan toch nog met 2-2 eindigen. Hoe voelt dat? Nou ja, achteraf voelt het wel weer goed. Ik heb de jongens ook een compliment gegeven na de wedstrijd. Want het ging allemaal niet vanzelf vandaag. Het zat op heel veel tegen. We starten ook niet goed. En dan word je al gauw verstoord door een makkelijk gegeven rode kaart. 1-0 en dan toch gauw 2-0 achter. Ja, dat denk ik, het zal toch niet waar zijn. Goed, in de rust besloten toch wat omzettingen te doen. En ja, alles op alles te spelen. En dat heeft de groep goed opgepakt. En gelukkig pakken wij gewoon een punt mee hier. Ik zag de eerste helft vooral op het middenveld hele grote gaten. Heel veel ruimte eigenlijk. Was dat een gevolg van het feit dat jullie met een man minder moesten spelen? Of was het gewoon eigenlijk dat het was niet de bedoeling, neem ik aan? Nou, het hunkert een beetje op twee gedachten. Hè. De ene ploeg, bepaalde spelers wilden wel naar voren en de andere weer naar achteren. Ja, dan krijg je dat soort gaten. En daarom hebben we toch in de rust besloten om met 4 middenvelders te gaan spelen. Hetzelfde als Menardes, dus vandaar die keuze. Jullie brachten snelle spelers in. Daar kwam onmiddellijk druk op Menardes te staan vanaf het beginsignaal eigenlijk. En toch lijkt het erop alsof jullie moeite hebben om doelpunten te maken. Ja, goed. Dat is altijd een apart aspect, denk ik, doelpunten te maken. De ene wedstrijd lukt het wel en vandaag was het ook weer moeizaam. Maar ik vond gewoon, de aanvoer vond ik niet goed. Met name de eerste helft. Dan zie ik toch allemaal links en rechts benen op de verkeerde kant lopen. En ik denk, Daniel wel bewezen, dat hij met 2 kopballen natuurlijk scoort. En daar hadden we eigenlijk meer pijn kunnen doen met Norris, denk ik. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat je hoge ballen voor het doel moet brengen waar hij dan met zijn hoofd bij komt. Want met de voeten lukt het dan niet. Nee, dat klopt. Kijk, Benardes staat toch wel heel gesloten. En het is wel moeilijk om doorheen te voetballen. Dat is met name met Daniel natuurlijk. Dus dat moet je wat anders verzinnen. Of dit uit de tweede bal als die aan wordt gespeeld. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik. Eerste puntje deze competitie. Dat ruikt ongetwijfeld naar meer. Ja, natuurlijk. Kijk, we hadden er graag 3 gehad, maar het is niet anders. Dinsdag hebben we een oefenwedstrijd. En dan gaan we naar de zondag werken en hopen we toch een keer het goede gevoel te krijgen met 3 punten. Wat is eigenlijk jullie doelstelling dit seizoen? Want de eerste 6-7, dat is een beetje lastig, denk ik, of niet? Nou ja, daar blijven we voor gaan. Gezien het programma ook. Je kan zomaar een hoop opschuiven. Het staat toch allemaal vrij dicht bij elkaar. Tenminste, nummers 4 tot en met 6. We gaan er wel voor om erbij te komen. Aan de andere kant, mocht het niet lukken, dan proberen we gewoon derde klas te blijven. Ja. Dat betekent in de tweede helft dat je bovenin wilt meespelen en dan in die derde klas terecht wilt komen? Ja, dat klopt. Ik bedoel, we hebben bijna een hele nieuwe ploeg. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat je onderweg wat punten meesnabbelt van de betere zogenaamde teams. Maar dat is niet gelukt en dat is jammer. Dan mis je gelijk een stukje aansluiting, maar het kan nog raar gaan lopen. Nou speelden bij Benardes een aantal ex-Alfa spelers mee, die dit jaar voor het eerst bij Benardes staan. Hij staat daar zo, de spits van Benardes, moeilijk te spelen mannetje. Ja, dat klopt. Ik denk dat Benardes er beter mee omging als Alfa. Kijk, dat is allemaal vriendjes van elkaar, bij elkaar gevoetbald, ex-trainer. En een beetje bij elkaar, een beetje lachen. Maar dat moet je wel af kunnen sluiten. En, sommige spelers hebben dat niet goed gedaan, denk ik.